Maar dan weet de PVV ongetwijfeld ook dat het Sociaal Cultureel Planbureau net voor de zomer in juni een rapport heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat 3/4 van de Nederlanders zich zorgen maakt over toenemende polarisatie in dit land. En dan vraag ik me toch af waarom de PVV daar nu in dit debat aan bijdraagt. Door alle moslims op één hoop te gooien, door termen te gebruiken die misschien voor een deel van de islamitische gemeenschap geldt, maar zeker niet voor al die 100.000 moslims in Nederland. En wat de heer De Graaf nu hier doet, hij lijkt er nog trots op te zijn ook, is de polarisatie waar 3/4 van de Nederlanders zich zorgen over maakt, vergroten. En Kick-out Zwarte Piet, waar de heer De Graaf het over heeft, ja, die hadden een vreedzaam congres een week geleden en toen zijn ze aangevallen met vuurwerk, zijn ze geïntimideerd. Dan zou het de heer De Graaf sieren als hij zou zeggen, ja, dat vind ik ook niet oké. Laten we het gesprek aangaan, laten we niet polariseren en geen olie op het vuur gooien.